het is de maand juni en dat wil zeggen dat er een nieuwe behind the scenes is. Yeah. En in deze maand van juni 2015 is er heel veel. Waar zal ik beginnen? Ach ja, bij Tuska. Deze maand komt er de World Event. Wat een verrassing, die is er al. Maar ja, ik bedoel, juni, het is toch behind the scenes van de maand. Dus hoort erin te staan. Goed, dan begin ik met een kleine update van de Rune Labs is dit gekomen. Het is een slayerbelt. En met de slayerbelt kun je dus items in je toolbelt doen. Het is de soort van slayerbelt. Daarin kun je dus dingen doen zoals je hamer, je slayerbel, dus ik bedoel je rockhammer dus, bone crusher, charming imp. Echt eigenlijk zo'n beetje wat je normaal nodig hebt in, als je slayer gaat. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Vervolgens komt er nog iets van de Rune Labs. En we hebben het hier over een dragon. Een draak. Niet zomaar een draak. Een element dragon. Deze element dragons zullen zich bevinden aan het einde van de Brimhaven Dungeon. En zijn daadwerkelijk veel sterker. Echt veel sterker dan de Mithril Dragons. Dus als je Mithril Dragons al lastig vindt, dan wens ik je succes met de element dragons. En daar houdt het niet bij op, want er zijn ook Rune Dragons. Deze Rune Dragons heb je twee quests voor nodig om daar überhaupt te komen. Dat is de Rise of the Majorat en de Fate of the Gods. Je gaat met de World Gate kun je dan naar Ketchy gaan. En daar kun je dan de Rune Dragons bevechten. Rune Dragons hebben een groen plate om zich heen. En je zal eerst veilig moeten worden met behulp van een Dragon Mane. Bedenk wel voor allebei de draken. Je hebt waarschijnlijk sowieso Dragon Fail. Als je denkt, ik heb al een zwemmer op die Fire Potion. Ja, maar... Nou en? Dat is het enige wat ik hier lees. En de Rune Dragons hebben natuurlijk ook nog een nog sterkere Elite versie. Met nog betere drop table. Deze Rune Dragons hebben nog zelfs een unieke drop. Ze kunnen namelijk onderdelen droppen om aan je Glacier Boots toe te voegen. Dus aan je Rage Fire, je Steadfast en Glavian. Om ze dan tier 90 Power Boots te maken. En er is ook een cosmetic catchy outfit en een catchy ring. En een catchy ring ook nog voor straks om damage boost en te teleporteren. Voor trekken, ja, voor dat raken. Ook nog, je zult ook zien in de dungeons is een nieuw dragonkin lore en zo. En element dragons zullen ook voorkomen in de Rush of Blood. De strict in de version. Dus voor degenen die het niet hebben gehaald, zoals ik. Nou wordt het nog lastig misschien. Of wel makkelijk, ik bedoel, in 30 seconden moet je, als er één draak komt in 30 seconden, dan is het nog te doen. Soort van, hoop ik. En ook de draken hebben trouwens een early bird bonus voor de eerste 2 weken met een snellere spawn rate voor alle draken die nieuw zijn. Dan hebben we nog een ninja update. Een ninja update van de Artisans Workshop. Dat wilde zeggen, Artisans Workshop krijgt een soort van rework, een hele kleine buff in het, zeg maar in de rit te gaan werken, in principe. En met name voor ceremonial smorts. Zullen er meer XP zijn. En er komen ook nieuwe rewards. Waaronder een auto-cannon filling mechanisme. Dus dat je cannon dat die automatisch blijft laden. Nou, die van mij kan al 90 cannonballs in. Dus ja. Voor mij is niet heel veel toegevoegde waarde. Maar het is ook best fijn. Dan vervolgens hebben we nog de Heroes Welcome in Relica. Komt V terug. De legendary hero turned god. Hij gaat zeg maar met jou raid gaat hij doen. Dus hij is iemand van de raids. En in die raids ga je dus onderzoeken naar de Dragonkin secret lairs. En daarin moet je dus puzzels oplossen en zo. En uiteindelijk moet je zelfs Dragon Guards of zelfs members of the Dragonkin themselves
vechten. Dus misschien moeten we echt tegen een dringend kunnen vechten. Als dat hier zo staat. Dan ben ik best benieuwd hoe sterk die zijn. Maar ze kunnen races volgens mij bedoeld voor 10 man. Dus dat moet dan wel een redelijk gevecht worden. Het is een quest. Oh, de quest features een replayable boss fight. Dus drops een nieuw pair of throne weapons. En een tradable super rare. Super rare. Level 75. Cape. En dat zijn ook nieuwe resource locations. Waaronder meer Element Dragons. En als laatste hebben we nog de Summer Beach Party. En de Lumber's Crate is er voortaan. Dus er komt dan een Summer Beach Party. Met gewoon kleine gamepjes en teleports naar jouw district en diversions. Dus in deze maand hebben we dus eigenlijk Tuska, die hebben we al. De Slayer Belt, de Dragons, de Arts en Workshop, de Raids en de Beach Party. Het zijn 6 updates. En als ik zo kijk in de kalender, hebben we maar 5 weken. Dus, wauw. Dit is, wauw. Dit is juni. En er moet nog meer komen. Damn. Succes.